Hallo allemaal. Nou, hier even de extra filmpje wat eigenlijk bij het laatste deel 5 kunnen horen. We gaan nu even teleporteren naar het alien gebied. We gaan alleen. Ik heb deze ook geüpdate, zodat ik een kloon van mij kon maken. Maar ik heb van Mabel een kloon gemaakt, maar het is niet helemaal hetzelfde. Ja, kom op. Ze heet ook Hanna. Ze is wel een tovenaartje. En de haren en het gezicht zien hetzelfde uit, alleen make-up niet. Dus dat moet ik nog even doen. Maar dat is er geen video voor hier. Dat is weer mijn eigen tijd. Ik heb mijn huis ook terug weer moeten plaatsen, want ik had het spel opgestart en ik was weer helemaal terug bij het begin. Bijna. Nou ja, begin. Maar dat ik. Ik had bijvoorbeeld niet dat je. Dat huis had ik nog niet neergezet. Het geld had ik nog niet, omdat ik gecheat had. Dit is wat ik nu wel heb, want ik heb een paar keer met dat terug naar het werk moeten gaan en zo. Ik heb verkocht, want ik moest het ding opnieuw maken. Oh, het is al verzameld. Oké. Okay. Ik ga geen ruimtedingen pakken, reetwezentjes, want daar kan je toch niks mee doen. Ah, loop met aliens. Nou, er is niet veel te hakken, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb één stukje gezien. Is mogelijk om verder te gaan. Wat is dit? Nou, gewoon even gaan kijken wat je eruit haalt. Oh, hier is nog wat. Ook al verzameld. Oh, nee. Heel mooi. Dan kunnen we toch nog wat. Laten we die plant ook maar doen. Een flaming. Het zal leuk zijn als ze lieten zien wat je nieuw in je tas had zitten. Er is best wel wat te vinden. Maar ik weet niet meer of je kan teleporteren naar een ander deel van deze wereld. Ik dacht het niet. Ja, dit is het in wezen. Waar ga jij heen? Daar is je teleporteerpunt. Oké. Okay. Dit zou je kunnen pakken, maar dat doe ik niet. Ik weet niet eens wat je eruit krijgt. Ik geloof dat je daar die diertjes van krijgt. Maar, ik weet niet zeker wat ze dat zijn. Ik heb heel weinig met aliens gespeeld, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik kan dat niet, oké. Daar weet ik niks bij. Ik heb voor het eerst dat ik dit iets was. Die is helemaal nadat dit ook niet helaas.
Het is leuk dat ze een wereldtrip erin hebben gemaakt, maar het had voor mij wel wat groter gemogen. Dat is waar we aankwamen. Oh nee, wacht, ho, ho, ho. Hier krijg je de biertjes uit, ik weet het alweer. Dat is als dat je kikkers zoekt. Ja, zip, weg dat ook wat weer. Wat ziet er nou uit als mij? Dit alles is aan. Dat is eigenlijk ook wel een tegenvaller. Is dit? Verenplant, nou, in het mag. Ga je gang. Nee, ik moet daar even zien wat ik daar verder links leven. Ah, dat heb je gedaan. Maar dit is dus de alienwereld. Wat ik zeg, er is eigenlijk niet veel. Het is, ja, het ziet er leuk uit, maar ik had verwacht dat het veel groter zou zijn. Want wat hier nou stenen harken hier? Heel weinig. En als Jacob zijn er meestal gedaan door andere aliens die hier rondlopen. Weet niet. Die is geleegd. Ja. Zonnebank? Ah, ja, dat is zonnebank, oké. Verzamelen. Als er een bolletje op zit, kan je hem verzamelen. Ah, dat zeg ik. Ik weet niet wat je ermee moet doen, want je krijgt er dit van. Pas 4. Oh, hier heb ik nog paleis. Oh, kijk, nou wat. Oké. Dit kunnen gebruiken als water om een portal te maken naar een verder gestelte. Maar ja, je kan niet alles hebben. Maar dit was de video die ik je wilde laten zien. Als je het niet gezien had, natuurlijk. Hoe de wereld er van de aliens uitziet. Het is niet echt druk per se. We zitten met aliens, hier staat er toevallig eentje stil. Had ook wel wat meer gemogen. Ik deze dan gaan we weer naar huis.
Dus als je denkt dat het wereldje heel bijzonder is, ja, het ziet er mooi uit. Ja, dat klopt. Maar het had voor mij wel wat verder gemogen met teleportpunten, zoals in de magiewereld, dat je daar een. Oh, buitenlanders uit het buitenlands wezen. Die zitten daarin. Oh. Ik zie hem niet tussen zitten. Oh, hier. Toch omgaat uit die zwalm. Goed, we gaan weer terug. Loopt er maar doorheen. En dan zijn we weer terug. Nou, ik hoop dat je het een leuke video vond. Dit is eigenlijk op zichzelf staan toch zeker verbonden aan het laatste deel. Want ik heb door het beroep wat ik gedaan heb, heb ik die dingen aan kunnen bouwen dat ik erheen kon. Dat was uiteindelijk het einddoel. En het huis was het einddoel en dit was het extra doel, een extra quest, zeg maar. Nou, tenminste ook buitenartse stenen. Nou, wat kunnen we daarvan maken? Wat doet dat? Wat doet dat? Wat doet dat? Wat doet dat? Dat was zonnebank. Zonnebank. We hadden iets met vuur. Dan wil ik ook wel weten of die kristallen clandestien. Nee. Vuurige paal, dat is hem, die heb ik. Ja, maar dat is hetzelfde. Maansteen. Ja, die is ook al oud. Ik weet niet meer welke het was. Ik heb mijn stenen uit de tas moeten halen. Dat is beter geweest. Nou ja, maakt niet uit. Bedankt voor het kijken. Ik hoop je in mijn volgende video te zien. Het kan even een paar dagen duren, maar ik zit tot oktober zit ik met deze SP, dus het is één keer per week, dus het zijn 4, 8, 12. Het zijn geloof ik 16 delen in totaal. Nou, geniet ervan en heb een mooie dag, goed weekend. Groetjes.